Wij gaan loten. Eén van ons gaat vandaag alleen maar extreem gezond eten. En één van ons gaat alleen maar ongezond eten. Pak ik dit bij mijn bij? Hallo familie, ik ben Rutger en wat tof dat je kijkt naar deze hele nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen. Gelukkig maar. Nee, ik ben vandaag samen met mijn lieve vriendje Thomas. Yay! Het is de eerste keer sinds de laatste keer. Dat klinkt heel raar dat je me wel leuk aankondigt. Ik dacht voor de verandering een keer. Een positief begin van deze video. Ik ben er weer. Yes. Elke dag eet ik het liefst alleen maar snoep. Maar is dat gezond? Of is het alleen troep? Oh nee, andersom. Koekjes, repen, chocolade. Oh, te veel. Vond je niet spontaan dat ik dit liedje ging zingen? Nou, dat ik het ook nog wist. Dit liedje heeft wel alles te maken met de challenge van vandaag. Want wij hebben een nieuwe 24 uur challenge voor jullie. Wij gaan zo meteen loten. Eén van ons gaat vandaag namelijk alleen maar extreem gezond eten. En één van ons gaat alleen maar extreem ongezond eten. Oftewel, fastfood. En het leuke is, we mogen voor elkaar bepalen wat de ander dus moet gaan eten. Dit belooft heel raar te gaan worden vandaag. Ik ben heel erg benieuwd hoe we ons aan het einde van deze dag gaan voelen. Wie zich gelukkiger voelt, wie zich fijner voelt, beter voelt, dat gaan we vandaag... Ik denk de gezonde. Nou, dat gaan we merken in dit experiment. Als jullie veel zin hebben in deze video, laat het ons eventjes weten. Laten we met z'n allen voor 25.000 duimpjes gaan. Druk eventjes op het duimpje, maak hem blauw. Stel, jullie zouden moeten kiezen, zou je dan één dag gezond eten of één dag ongezond eten? Laat het even weten beneden. In de reacties. Oh my god, kijk eventjes naar de rode abonneerknop onder deze video. Daar staat een getalletje naast en die komt wel heel erg dicht in de buurt van 750.000 abonnees. Dus druk nu op de abonneerknop. Misschien halen we het dan nog wel in de maand mei. En dan is het nu tijd om te gaan loten. Vouw hem op. Nog een keertje. Bij vouwcursus met Rubmas. Je vouwt één keer dubbel. Ik knap het niet. En nu hebben we dus twee loodjes. Ik ga ze helemaal husselen. Wil jij eentje uit mijn linkerhand of uit mijn rechterhand? Recht. Oké, okay, en zeg maar stop. Stop. Dan krijg je deze. Maar hoe gezond moet dat? Nou, dat ga ik voor jou bepalen. En jij mag mij één dag lang fastfood laten eten. Vandaag. Dan is het nu tijd om onze dag te gaan voorbereiden. Shoppen! Zo, oké. Welkom in Rutger Headquarters. Vanuit hier ga ik Thomas de meest gezonde dag van zijn leven bezorgen. Dus ik ga alles bestellen wat maar gezond is. Maar ja, wat is dan precies gezond, hè? Kunnen we het een uur over hebben? Dat gaan we niet doen. Want van 10 minuten 1 hebben we genoeg tegenwoordig. We gaan naar deze afdeling en ik ga gewoon lekker alles voor hem bestellen. Oh, een komkommer, bananen, courgette, paprika mix, aardbeien, appels. Oh, dit gaat hij lekker vinden. Bloemkool. Het wordt een beetje dit. Ik ben heel benieuwd wat Thomas voor mij gaat regelen. Het is tijd om te gaan shoppen. Nou ja, boodschappen te gaan shoppen. Ik vind het wel een beetje een gek idee dat ik nu heel veel lekker eten ga bestellen waar ik zelf niks van ga eten. Want ik mag dus alleen maar extreem gezond gaan eten. Ik heb geen idee wat Rutger voor mij heeft besteld. Wat is nou heel erg lekker, maar toch wel een beetje ongezond. Sowieso snoep. Bananensnoepjes, die zijn lekker. Ik weet niet wat Rutger die heel erg lekker vindt, dus die doen we sowieso. Taart, misschien gewoon taart. Laten we taart bestellen. Chocola mag natuurlijk niet ontbreken. Oeh. Lastige keuze. Maltesers. Zal ik er 1 of 2 doen? Of misschien gewoon 10? Oké, ik heb nog even het een en ander erbij toegevoegd. Ik denk dat ik genoeg heb voor 1 dag extreem ongezond eten. Laten we nu gaan wachten op de boodschappen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag de dag van de challenge. Alle boodschappen zijn inmiddels in huis. Thomas en ik hebben volgens mij allebei heel erg ons best gedaan. Thomas is zich nog boven aan het klaarmaken. Dat betekent dat ik nog snel eventjes de tijd heb om de tafel te dekken. Om hem te verrassen met een geweldig, onvergetelijk, gezond ontbijt. Ga
een baasje roepen. Hallo, goedemorgen. Meestal als je dat zo zegt, dan heb je iets wat ik misschien niet leuk vind. Nou, ik ben al helemaal in de weer geweest. Je ontbijt staat klaar. Kom maar kijken. Je bent helemaal groen ook. Wauw. Oh. Oké, twee dingen zijn lekker, maar dit moet je het gaan opeten. Ja, dit is jouw zonde krom sla. Wat lief. Ja. Bedankt. Maar is het dan ook een challenge dat we alles wat we voorgeschoten krijgen ook echt op moeten eten? Uh-huh. Wacht, zal ik anders eerst iets van jou maken? Dan kunnen we het tegelijk eten. Dat is goed. Ontbijt? Ja, pancakes met genoeg Nutella, stroop, ijs en koffie met karamel erin. Dit is heel erg. Nou, eet smakelijk. Smakelijk. Mmm. Het smaakt nergens naar. Het is wel gezond. Mmm. Hoeveel stroop heb jij gedaan? Maar ja, die pot leeg gegooid. Nou, je vindt het wel lekker door te zien. Het is zeker lekker. Paco en ik hebben trouwens even iets leuks te vertellen, maar ook een beetje iets heel erg engs, hè? Paco is inmiddels bijna 1 jaar. Deze maand wordt ze 1. Maar er blijkt iets heel engs aan de hand te zijn in mijn leven. Want mijn ouders gingen een beetje opruimen in huis. Tijdens het opruimen kwamen ze allemaal oude ansichtkaarten tegen. Mijn opa en oma stuurden vroeger naar de kleinkinderen kaarten als ze op vakantie waren. En je gelooft echt nooit wat voor kaart mijn opa en oma altijd naar mij stuurden. Meerdere keren hebben ze ansichtkaarten verstuurd van Samoyeden. Dit is toch niet normaal? Kijk, Paco, dat ben jij gewoon. Dit lijkt letterlijk Paco, deze. Het had gewoon zo moeten zijn. En mocht je nou Paco nog niet volgen op Instagram, ga eventjes naar haar account toe, want ze post echt superleuke dingen. En dan kun je haar eind deze maand feliciteren als ze op 28 mei 1 jaar wordt. Tijd voor een snackje. Alsjeblieft. Een wortel. Heerlijk. Paco wil me heel graag hebben. Oh. Lekker, hè? Gezond. Als ik een wortel moet eten, dan krijg Rutger natuurlijk ook een snack. Wel een snack die ik ook liever had gehad. Een roombroodje. Ik hoorde dat, netel. Weet je hoe vol ik zit? Alsjeblieft. Oh, calorie 10.800. Ik zit zo vol. Wat een straf om dit te eten. Nou. Toch wel weer lekker eigenlijk. Wil je hier echt zo'n close shot van hebben? Hier beginnen de eerste verschillen op te treden, want Thomas die zegt net... Ik heb honger. Het enige wat ik hier zie liggen is een prei, bloemkool, ja. Achter mijn telefoon. Nou, ik heb hier nog een geheime la voor Thomas. Met een lunchsalade. Kijk, dat is ook lekker makkelijk. Zo. Klaar. En dan hebben we hier de lunch voor Rutger. En daarnaast een Starbucks chocolademelk, jongens. Oh my god, ik ben wel een beetje jaloers. Oh nee. Lekker. Dat zou ik echt zeggen lekker, maar... En wat is dat? Het is kip harissa. Kikkererwten, rozijnen, gele couscous, wortel, rozemarijn. Maar dat is eigenlijk heel erg lekker. Geniet geen straf. Oh... my god. En dan deze er nog bij. Oh, wat erg. Calorie 3842. Dat is wel weer heel lekker. Oké, okay, ik voel me zo ongelooflijk vies. Ik wil gewoon niet meer. Hoe voel jij je? Gezond. Maar zit je ook vol? Of heb je zoiets nee, van... Nee, ik kan nog wel even eten. Ik ga jullie nu iets laten zien. Iets van het huis wat jullie nog niet hebben gezien. Er wordt namelijk heel erg hard gewerkt aan onze tuin. Maar ik zal jullie een sneak preview laten zien. En we hebben dus inmiddels ook een heuse schutting met van die lijntjes erin. Dat vonden we heel erg cool. Hier hebben we dus tegels en hier komt kunstgras. Maar ja, dat gaat nog wel even een paar maanden duren. Dit verlaagde gedeelte helemaal tot achter in de tuin. Dit wordt één groot overdekt gedeelte. Met hier een schuur voor de fiets en zo. En dit hele gedeelte wordt een overkapping waar we een bank onder gaan zetten. Zodat we hier super fijn kunnen chillen. Dus ja, zo ziet het er nu uit. En binnenkort zal ik je natuurlijk meer laten zien. Ja, je bent er moe van, hè? Ja, het is inmiddels een uurtje later en wij hebben... Suiker nodig. Oh, je bent natuurlijk suf omdat je niet zo heel veel... Nee, dat is niet waar. Van groenten kun je juist heel fit voelen. Ja, maar je mist denk ik wel wat koolhydraten. Maar we hebben het afgelopen uur hebben we heel de tuin aangeveegd. Alle voegen hebben we met zand gevuld. We hebben even het nodig qua gereedschap om verder te kunnen klussen. Dus we zijn even naar een bouwmarkt gereden en gecheckt of het druk is. Nou, zoals je ziet, er zijn bijna geen andere mensen. Mocht jij nou de komende tijd ergens naartoe gaan en zien van...
Yo, ik dacht dat het leuk was om te doen. Ik had niet verwacht dat heel veel mensen dit nu ook zouden doen. Keer dan gewoon om. Er mag wel maar één van ons naar binnen. Ja. Heb je niks lekkers voor mij? Zeker! Snoepbananen en echte bananen. Eet smakelijk. Dit is wel echt één van mijn favoriete snoepdingen. Dit ook. Bedenk het ook niet, maar ik heb dus dit dingetje nodig. Nou ja, gevonden. Nou Rut, ik denk dat je ondertussen wat trek gekregen zult hebben, of niet? Helemaal niet. Totaal niet. Ik word wel heel erg jaloers als al die snoepjes hier gewoon zo liggen en ik alleen maar deze trots bananen hier heb. Het is tijd voor het avondeten en dat betekent dat wij nu naar jouw restaurant gaan waar wij je avondeten gaan ophalen. Nee. Waar denk je dat we heen gaan? Is het iets waar ik heel lang niet ben geweest? We gaan naar de McDrive. Dat dacht ik al. Ja, mag ik een McFlurry? En dan wil ik nog een Happy Meal. Een milkshake. Yes, dank je. De appeltjes zijn denk ik voor jou. Ja, deze zijn voor mij. We zijn weer thuis. Het is inmiddels dus ook tijd om te gaan avondeten. Mijn avondeten staat hier dus al klaar. En jouw avondeten heb ik hier. Alsjeblieft. Oh, ik ben echt een beetje klaar met al dat sla. Maar je hebt appels erbij. Heerlijk. De tweede hamburger van vandaag. Oh, en nog een geweldig speeltje. Wauw, hier doen we het natuurlijk voor. Nou, eet smakelijk. Heb je de appel door de salade gedaan? Slim. Lekker? Niks veranderd in al die maanden, weken dat ik het niet op heb. Ik heb nog twee leuke verrassingen in petto voor Thomas. Sorry alvast. Ik ben heel benieuwd wat Thomas van deze citroen vindt. Mocht het nou te zuur zijn, dan gaat van deze hete peper de smaak vast wel weer weg. Thomas, je hebt me heel de dag al best wel een beetje gepest. Pest? Ik heb je al een paar dingen gegeven. Ja, maar het was wel heel erg veel. Wie heeft nou wie gepest? Je hebt me alleen maar suf groentes gegeven. Daarom is het tijd voor wat extra smaak. Alsjeblieft. Dit is helemaal niet aardig. Heel gezond. Eén van de twee dan doen. Nee, begin daar maar mee. Hier, een klein hapje. Nee. Klein hapje. Nee. Klein hapje. Ik heb het al 5 uur gedaan aan de challenge, dus ik doe het niet meer. Klein hapje. Wauw, alsof we een muis hebben. Alsjeblieft. Nee, dit is niet voor jou. Rutger brengt mij iets heel goors. Ik breng Rutger gewoon iets heel lekkers vandaag. Appeltaart. Nee. Alsjeblieft. Ik moet gewoon nog voeren van het vorige. Smakelijk, geniet ervan. Appeltaart met slagroom. Bedankt. Ik hoef echt een week niet meer te eten na vandaag. Wauw, wat een dag was dit. Ik vond het niet echt een hele leuke dag. Ik heb een beetje trek en iets heel ongezond. Voel je je beter? Ja, weet je wat het is? Kijk, je hebt twee uitersten. Je hebt heel ongezond en je hebt heel gezond. Maar ik denk dat het goed is als je een bepaalde mix hierin vindt. Ja, dat denk ik dus ook. En zo extreem gezond als Thomas, ja, dat hou je ook niet vol. Maar wat ik dan op heb, nu voel ik me eigenlijk ook niet echt fijn. Ja, ik zou me heel vies voelen. De conclusie van dit experiment is denk dat je gewoon een gezonde middenweg moet vinden. Ondertussen drinkt Paco even genoeg water. Later, hè? Goed zo. Als je dit nou een toffe video vond, laat het ons even weten. Geef een duimpje omhoog. Yes. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk ook op Thomas. Je kunt zo meteen doorklikken in het eindscherm. Heeft ook iemand gewonnen nu of zo? De wetenschap heeft gewonnen. Oké. Okay. We hebben allebei gewonnen. Ik vond het wel leuk om elkaar uit te zijn. We zijn in ervaring rijk. Als beloning mag je eten. Is het voor mij? Ja. Oh my god. Oké, ik ga gelijk. De challenge zit erop. Oké. Tot volgende week donderdag allemaal met een nieuwe video om 4 uur 's middags. Doei doei. Stay fair blessed.